Dini van Berkum en haar dochter Lucienne uit Rotterdam zijn zojuist begonnen aan de reis van hun leven. Deze week, exact 20 jaar geleden, werd Dini's dochter en dus Lucienne's zus om het leven gebracht. Ze heette Van Zet en werd in haar slaapkamer vermoord door een man die direct na zijn daad naar een ver land vluchtte. En al die tijd zijn deze twee nabestaanden machteloos geweest. Maar nu, na 20 jaar, weten ze wie hij is en waar hij zich schuilhoudt. De dader is een man die nog geen dag in de gevangenis heeft gezeten. Sterker nog, een man die er waarschijnlijk niet eens meer vaak aan denkt, omdat er al zoveel jaren zijn verstreken. Maar voor deze twee vrouwen ligt het heel anders. Nog heel erg vaak spookt de nachtmerrie door hun hoofd. Die begon in de vroege ochtend van 3 mei 1992 aan de Straatweg in Rotterdam-Noord. Met een schok wordt Dini van Berkum wakker. Het is haar schoonzoon die onder haar woont en die zojuist was thuisgekomen van zijn werk als nachtwaker op een parkeerplaats. Hij is helemaal buiten zichzelf en rukt als blijk van ontzetting zijn overhemd kapot. Er is iets vreselijks gebeurd met Facet, Dini's 29-jarige dochter. Wat was het eerste dat je zag? Haar. Niet op het bed, maar daarnaast, op de grond. In een hele rare houding. De haar ook? In eerste instantie het idee dat ze sliep. Of in ieder geval niet wakker was. Dus dat probeerde ik. Maar toen... hoe moet ik dat omschrijven? Ze keerde om, maar de houding bleef hetzelfde. Ze was niet slap. Want je probeerde haar bij te brengen. Ja. En toen had ik gelijk door dat er iets vreselijks was gebeurd. Ik pakte die wekkerradio op. Nou weet ik niet waarom. Kwam ineens een flits boven. Dat ik het oppakte, dat ik denk van, wat is dit nou? En dat ik het weggooide of zo. Ja. Dat je dacht, wat doet dat hier? Ja. Waarom ligt die wekker hier? Ja. Sectie wijst uit dat Van Zet door wurging om het leven is gekomen. Met het snoer van haar wekkerradio. Haar tongbeen is gebroken. Van Zet moet zich zeer hevig hebben verzet tegen haar belager. Ze heeft overal blauwe plekken. En er zitten handpalmafdrukken van de dader met haar bloed op de muur. Bij binnenkomst schrikt de politie meteen van een sterke gaslucht. De gaskraan van het fornuis staat open. De dader heeft waarschijnlijk de bedoeling gehad om de boel te laten exploderen. Maar dat is niet gebeurd en daarom kan de technische recherche een aantal belangrijke bevindingen doen. Er zijn geen braaksporen. Sterker nog, Van Zets echtgenoot vertelt dat bij thuiskomst de deur op een kier stond. Zo, dus dit is het leven van Chet eigenlijk. Ja. Leven in beeld. 11 november 1962. Ja. Gewoon zitten. Met grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze dochter Van Zet. Aparte naam, hè? Waar komt die eigenlijk vandaan? Ik was op dat moment, althans niet op dat moment, maar toen ik zwanger was, een boek aan het lezen. En dat speelde zich af in Frankrijk en daar werd die naam gebruikt. Ik heb hem nooit eerder gehoord. Dit is de kleine. Ja. Behalve dat er geen braaksporen zijn, lijkt er op het eerste gezicht ook helemaal niets uit de Rotterdamse woning gestolen. Zou de dader gewoon hebben aangebeld of misschien de sleutel hebben gehad? En zou hij dan direct zijn betrapt en na de moord met lege handen weer zijn gevlucht? Van Zets moeder Dini, die er pal boven woont, heeft niets gehoord die nacht. Eén van de buren wel,
maar die dacht getuige te zijn van een heftige vrijpartij. Op de wekkerradio, het moordwapen, worden vingerafdrukken aangetroffen. En die zijn niet van Van Zet of haar man. Hoewel de vingerafdrukken niet van hem zijn, trekt Van Zetters echtgenoot al vrij snel toch de aandacht van de recherche. Het is de van oorsprong Libanese Moody en hij is 3 jaar eerder getrouwd met Van Zet. Het blijkt dat het huwelijk tussen de twee veel ups en downs kende en dat ze bovendien erg veel schulden hadden. Desondanks hadden ze kort geleden nog een appartement gekocht en was er zodoende ook een verzekering op het leven van Van Zet afgesloten. Daarin ziet de recherche een mogelijk motief. Want bij haar overlijden zou Moody de woning schuldenvrij op naam krijgen, waardoor zijn kostje hier was gekocht en hij gezetteld en wel in Nederland een nieuw bestaan kon opbouwen. Dit zijn Van Zet en haar zus Lucien, kort voor de moord begin jaren 90. Hier is nog net een stukje te zien van Van Zets echtgenoot Moody. Het is de enige foto die de familie van hem nog heeft. Hoe stond hun huwelijk er nou voor op het moment dat dit gebeurde? Nou, naar mijn mening niet al te best. Maar ze hadden ook nogal wat schulden opgebouwd, hè? Wat weten jullie daarvan? Nou, ik wist dat er een lening was. Want daar hadden ze een flinke ruzie om gehad. Omdat hij dat buiten haar om had afgesloten. En ja, omdat ze meer schulden had. Ja, die creditcard liep ook een beetje uit de spuigaat uit, geloof ik. Maar... Dus al met al was het toch wel een behoorlijke schuldenlast. Ik weet niet helemaal meer hoeveel hij geleend had. Ik dacht dat dat 25.000 gulden was toen. Maar daar had hij een valse handtekening voor gezet. Hij voerde ellenlange gesprekken met Libanon. Ja. Ze kreeg telefoonrekeningen van 800-900 gulden. Echt waar? Ja, dat was niet normaal. Terwijl hij zelf niet eens een inkomen had toen. Ja. Nee, ja. Maar enkele maanden voor de moord had Moody toch een baan gekregen. En dat lijkt hem nu een alibi te verschaffen. De moord moet volgens de sectiearts rond middernacht zijn gepleegd. En toen was Moody volgens zijn werkrooster gewoon aan het werken in een parkeergarage op de Wena in Rotterdam. Nader onderzoek wijst echter uit dat Moody urenlang alleen is geweest en niemand kan bevestigen of hij werkelijk de hele nacht op zijn post was. Was zij echt een oudere zus voor je? Ze was had een heel ander karakter dan ik. Dus in die zin, ze was wel, ik zag in haar wel veel dingen van, dat wil ik ook. Als voorbeeld van dat zij ouder was en dingen deed die ik dan ook wel graag wilde. Ja, ook zo toevallig. Ja. Die school in Libanon. Ja. Ja, dat is toch ook wel een beetje bizar, bizar bijna. Dat ze op een school zit die Libanon heet. Ja. Libanon scholengemeenschap. Ja. Waar staat zij nu? Hier. Oh ja. Ja, met korte haar. Ja. De verdenkingen tegen echtgenoot Moody zijn er, maar ze zijn meteen ook niet erg concreet. Daar komt 2 weken na de moord echter opeens verandering in. Op 18 mei 1992 meldt de databank voor vingerafdrukken, Havank, een harde match met de op het moordwapen, de wekkerradio, gevonden afdruk. Hij blijkt afkomstig van een Libanese asielzoeker die ten tijde van de moord in het asielzoekerscentrum in Rijsbergen verbleef en die direct na de moord hals over kop het land blijkt te hebben verlaten. Een Libanese asielzoeker dus, terwijl Van Zets echtgenoot Moody ook Libanees is. 1 en 1 is 2, denkt de politie. Dit zal toch geen toeval zijn? Deze asielzoeker behoort niet tot de kennissenkring van Van Zet zelf. Zo vindt de politie al snel uit. En dus kan er nauwelijks een logische verklaring zijn voor de vingerafdruk op haar wekkerradio in haar slaapkamer als hij onschuldig zou zijn. Op dezelfde dag dat de politie ontdekt dat de vingerafdruk van een asielzoeker is, komt er ook zeer interessante informatie van de criminele inlichtingendienst binnen. En die wijst rechtstreeks naar echtgenoot Moody.
als opdrachtgever voor de moord. Het verhaal is afkomstig van een derde Libanees, eentje uit Duitsland. Hij zegt dat Moody en de asielzoeker van de vingerafdruk elkaar goed kennen. Twee weken na de moord op Van Zet in Rotterdam doet de recherche twee belangrijke bevindingen. Een op het moordwapen, haar wekkerradio gevonden vingerafdruk, is afkomstig van een Libanese asielzoeker die direct na de moord Nederland is ontvlucht. En via een tip uit Duitsland verneemt de recherche dat deze asielzoeker en Van Zets echtgenoot elkaar kennen. Het scenario van een moord in opdracht, een huurmoord, doemt zodoende op. De tip uit Duitsland is aanvankelijk anoniem en de Rotterdamse politie probeert hiervoor bevestiging te krijgen. En dat lukt. Men traceert een minnares van Van Zets echtgenoot Moody. Een vrouw die rondom de periode van de moord een geheime affaire met hem had. De vrouw wordt gehoord en verklaart tegen de politie dat zij en Moody een aantal maal in een asielzoekerscentrum zijn geweest en dat ze daar de Libanese man van de vingerafdruk inderdaad hebben gesproken. Ook heeft Moody tegen zijn minnares eens verteld dat hij van plan was om Van Zet te laten vermoorden door een buitenlander. De vrouw geloofde dit aanvankelijk niet. Maar na de moord had Moody het hele verhaal geëmotioneerd aan haar opgepiecht. En toen pas begreep ze dat het allemaal echt was. De tipgever uit Duitsland, die door de criminele inlichtingendienst in beeld was gekomen, had het dus blijkbaar bij het rechte eind. Zou hij nog meer weten? Zou hij misschien zelf betrokken zijn bij de huurmoord? Eind juli 92 wordt hij opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Het blijkt te gaan om een bekende van Moody's familie die in Hamburg woont. Via de broer van Moody was deze arrestant, tipgever, in contact gekomen met Moody zelf. Ook Van Zet heeft een aantal jaar in Duitsland gewoond. Ze hebben elkaar in Duitsland leren kennen, in Hamburg. Want Van Zet woonde in Hamburg. Heeft uiteindelijk jaar 5 gewoond. Ja, hij heeft ze 5 jaar gewoond. Ja. En ze had daar zich een relatie ook op een gegeven moment. En toen heeft ze ook Moody leren kennen. Was dat liefde op het eerste gezicht? Of, Dat weet ik niet. Jij hebt haar toen wat meer meegemaakt. Ze was wel verliefd. Ja, ik weet dat niet of het liefde op het eerste gezicht was, maar haar kennende wel. De politie heeft dus na een tip van de CID kort na de moord in 1992 een man in Duitsland opgepakt. Een kennis van Moody's familie. Het verhaal dat deze man vertelt is cruciaal voor het verdere politieonderzoek. Hij verklaart tegen de politie dat Moody, Van Zets echtgenoot dus, hem had gevraagd om Van Zet te vermoorden. Hij zou hiervoor 20 tot 25.000 gulden ontvangen. Een huurmoord dus. De verdachte benadrukt echter dat hij de huurmoord zelf niet heeft uitgevoerd en het ook nimmer van plan is geweest. Hij heeft zelfs bij herhaling geprobeerd om het idee uit Moody's hoofd te praten, beklemtoont de man. Toen Moody er maar op bleef terugkomen, heeft hij, naar zijn zeggen, zelfs met Van Zet afgesproken in een café om haar te waarschuwen. Dat was 3 maanden voor de moord. Van Zet zou er tegenover hem nogal laconiek op hebben gereageerd. Ze nam het verhaal niet echt serieus. Maar Van Zets zus heeft het gevoel dat Van Zet in die periode wel degelijk een angstig voorgevoel had. Zij heeft mij op een gegeven moment benaderd van, ja, weet jij misschien iemand in de stad of zo die mij misschien een revolver kan bezorgen? Dus ik schrok daar nogal van en ik vroeg om uitleg, zeg maar. Hoezo dan? Ja, zegt ze, die vrienden van Moody of zo, die komen dan wel eens hier en die broer en die komen wel eens in Nederland. En dan voel ik me toch niet helemaal lekker bij als ik nou alleen in huis ben en die mannen komen daar.
niet een alledaags verzoek. Hè? Nee, zeker niet. Nee. Maar heb je nu achteraf dat je denkt van ja, dat was toch wel een signaal dat er misschien meer speelde? Ja. De Duitse arrestant-tipgever, die in 1992 zoveel details kent, vertelt verder. Hij was kort nadat hij van Zet tevergeefs had gewaarschuwd teruggegaan naar Duitsland. Hij wilde er niets mee te maken hebben. De tweede week van mei, een week na de moord op van Zet dus, liep de man opeens de broer van Moody in Hamburg tegen het lijf. De arrestant onthult tegenover de recherche nu wat hij toen hoorde van de broer van Moody. Moody had een ander gevonden die de moord wel tegen betaling had gepleegd. Het zou gaan om een asielzoeker in een Nederlandse asielzoekerscentrum. Deze asielzoeker was, net als de twee mannen, ook Libanees en was direct na de moord naar Duitsland gevlucht. Het is één en dezelfde man als waarover Moody's minnares al had verklaard, realiseert de politie zich. De man van de vingerafdruk op van Zets wekkerradio. In Duitsland had deze broer van Moody de moordenaar na diens vlucht tijdelijk onderdak verschaft. Hierna was deze teruggekeerd naar zijn thuisland Libanon, vertelde de broer ten slotte. Hier was Moody in beeld. Toen waren ze voor de feestdagen in Nederland. Nou, die is er afgeknipt. Heb ik er afgeknipt, ja. Dit ben jij, hè? Ja, dat ben ik. Op bezoek bij je zus. Klopt. Was dat leuk? Was leuk. Ik vond, zoals ik wel vaak, als je een beeld hebt van een bepaalde stad waar en dan kom je daar, dan is het heel anders dan je verwacht. Dus ik vond Hamburg een hele mooie stad. Ja. Maar ik merkte hier wel dat er dingetjes waren met die vrienden, met die broer. Van, Beetje schimmig. Ja, het goede woord is een beetje lastig te vinden, maar... De tipgever uit Duitsland, die in 1992 is gearresteerd, heeft dus kort na de moord allerlei details gehoord van Moody's broer die daar woont. Deze getuige weet zodoende ook te vertellen dat de moordenaar de vroege avond voor de moord de huissleutels in ontvangst had genomen van Moody. En het verhaal gaat verder. Zo had de moordenaar opzettelijk geen handschoenen gedragen, zodat er vreemde vingerafdrukken gevonden zouden worden en haar man Moody niet verdacht kon worden. Van Zet zou zich tijdens de moord zeer hevig hebben verzet en zou de dader in zijn gezicht hebben gekrapt. De dader is op van Zets hals gaan staan en moest zich met bebloede handen tegen de muur overeind houden. De asielzoeker had haar uiteindelijk gewurgd met het snoer van haar wekkerradio. Daarna had hij de gaskranen opengezet. Na zijn daad heeft de dader de huissleutel weer teruggebracht bij Moody. Zo vertelt de man verder tegen de recherche. De politie vermoedt dat de moordenaar door Moody 's nachts naar de plaats delict is gereden. Hij woonde immers in een asielzoekerscentrum ver buiten de stad en had daar alleen maar de beschikking over een fiets. Ook is de kans erg klein dat hij de weg kende in Rotterdam. Alle aanwijzingen van de Duitse Libanees kloppen één op één met de bevindingen op de plaats delict en met de overige bevindingen van de recherche. Van Zet is een verschrikkelijke dood gestorven. Op een gegeven moment heb ik het gewoon toegelaten en toen was ik wel alleen.
ja. Eigenlijk geprobeerd om die laatste minuten van haar te doorleven. Ja. Ja. Dat moet verschrikkelijk zijn. Ja, dat is heel erg. Dat is puur fysieke pijn voor mij. Nog, als ik eraan terugdenk. Ik heb hetzelfde, we hadden het er laatst nog over. Ja. Maar ik heb dat toen bewust toegelaten om er doorheen te gaan. Want ik denk, anders dan kan ik niet verder. De tipgever-arrestant, die zelf een sluitend alibi heeft voor de nacht van de moord, is inmiddels gepromoveerd tot kroongetuige in de zaak. Hij is wel erg bang en verklaart dat hij later met de dood is bedreigde de broer van Moody om nooit met de politie te praten. Niet lang na zijn vrijlating schrijft hij vanaf zijn woonadres in Duitsland, de Rotterdamse recherche, nog een 8 kantjes lange emotionele handgeschreven brief. Hij is duidelijk nog altijd doodsbang voor zijn leven en dat van zijn vrouw. De brief aan de politie eindigt met: mocht ons iets overkomen, dan bent u nu van alles precies op de hoogte. De recherche heeft inmiddels aan de hand van nieuwe, andere getuigenverklaringen ontdekt dat de asielzoeker van de vingerafdruk inderdaad kort voor de moord een aantal maal bezoek kreeg op het asielzoekerscentrum in het Noord-Brabantse Rijsbergen. Men omschrijft een man die precies past in het signalement van Moody. De asielzoeker zou ook een aantal maal met deze persoon zijn meegegaan in diens auto. Een witte Mercedes. Moody reed in zo'n auto. De medewerkers van het asielzoekerscentrum herinneren zich dat de man van de Mercedes zich nooit wilde legitimeren bij binnenkomst en dat hij vragen van de receptie over wie hij was en wat hij kon doen ontweek. Ten slotte weet de directeur van het centrum zich nog goed te herinneren dat de verdachte de dag na de moord bebloede krassen had op zijn rechterwang. De asielzoeker deed hier toen nogal opvallend over, vond de directeur. Hij zou iets te nadrukkelijk hebben gewezen op een valpartij van een klimrek op het asielzoekerscentrum als oorzaak. Was het een krabwond van Van Zet toen ze in doodsstrijd was? Nou, dit is de allerlaatste foto van de. Dat is op haar verjaardag. April 92. Ja. Was het een mooie dienst? Mooie uitvaart? Ja. Ja. Ja, nou ja. Het is een beetje in een waas voorbij gegaan natuurlijk. Nou, er was heel veel ook recherche daar, de politie, alles werd opgenomen. Heel veel mensen kwamen op af. Ja. Je was nou, het waren wel allemaal ja, natuurlijk, het waren echt heel veel heel mensen. Veel. Ja. Ja, het was heel druk. En Moody, was die er ook? Ja, 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 ja. Heeft hij ook nog iets gezegd? Nee. Het woord? Nee. Een paar dagen na de moord was de asielzoeker die zijn vingerafdruk op de wekkerradio in Van Zets slaapkamer achterliet opeens met onbekende bestemming vertrokken. Verdacht, want bij zijn binnenkomst in Nederland had deze man tijdens het intakegesprek op het asielzoekerscentrum nog hemel en aarde bewogen om te mogen blijven. Sterker nog, hij had zelfs gedreigd dat als hij niet in Nederland mocht blijven, hij dan wel een bom in een vliegtuig zou plaatsen om dit af te dwingen. De man had als reden voor zijn asielaanvraag opgegeven dat hij in Libanon 10 jaar eerder een ernstig delict had gepleegd en daarvoor werd gezocht. Alle feiten en omstandigheden optellend kan de recherche in 1992 niet anders concluderen dan dat deze asielzoeker de moordenaar is en dat hij is ingehuurd door Van Zets echtgenoot Moody. Het wrange is natuurlijk dat er een levensverzekering was afgesloten die in feite aan hem toekwam. Hè? Hoe is dat afgelopen? Hoe is dat geregeld? Nou, tussen het misdrijf en de begrafenis heb ik hem zover gekregen om mee te gaan naar een notaris. Omdat hij ieder ogenblik weg was. Hij zat de andere dag geloof ik al in Duitsland. En er moesten een heleboel dingen geregeld worden. Dus ik heb hem een volmacht laten tekenen bij de notaris. Waarbij ik de machtiging had om alles te regelen.
jij wilde voorkomen dat hij dat geld zou krijgen. Er was nog een soort van begrafenisuitkering van de werk. Ja. Een jaarsalaris. Ja, dat was wel aanzienlijk. En een jaarsalaris. Ja, daar heb ik dan de schuld van aan haar vader aan terugbetaald. En de begrafenis en de stenen en alles van betaald. Ja. Ja. Maar het is ook nog zo dat hij als weduwnaar ook nog een soort van weduwnaarpensioen krijgt. Hè? En ik heb begrepen dat dat zelfs tot 2027 of zo. Tot zijn 65ste. Ja. Strijkt hij daar iedere maand nog, wat is het, 500 euro of zo? 450, 500 euro, ja, klopt. Doet dat niet zeer? Dat hij daar toch nog iedere maand een mooi zakcentje van heeft? Ja, dat is blijvend, ja. Ja, inderdaad. Moody wordt een paar weken na de moord gearresteerd en moet uiteindelijk begin 1993 voor de Rotterdamse rechtbank verschijnen. Hoe was nou zijn hele proceshouding? Heeft hij nou uitgebreid daar een verklaring afgelegd? Heeft hij antwoord op alle vragen van de rechters en de officier gegeven? Nee, in het begin probeerde hij wel een draai eraan te geven. Dat, die visie heeft hij 3 keer veranderd. Nou, hij heeft ook geloof ik 3 keer een andere advocaat gehad. En later, als er hem een vraag gesteld werd, dan door de procureur-generaal, dan zei hij, daar hoef ik niet op te antwoorden. Hij antwoordde nergens meer op. Nee, daar hoef ik niet op te antwoorden. En dat is het enige wat eruit kwam. Het is natuurlijk wel gek als je onschuldig bent en je vrouw is vermoord, hè? De officier van justitie is overtuigd van zijn zaak en eist maar liefst 20 jaar celstraf tegen Moody wegens het beramen van een kille huurmoord op zijn vrouw van Zet. Het probleem is dat de asielzoeker van de vingerafdruk, de werkelijke moordenaar dus, zelf spoorloos is verdwenen naar zijn thuisland Libanon. En de getuigen in de zaak zijn doodsbang. De kroongetuige uit Duitsland bijvoorbeeld weigert uit angst voor de rechtbank in Nederland te komen getuigen. Hij was immers met de dood bedreigd door Moody's broer. De Rotterdamse rechtbank doet op 3 februari 1993 uitspraak. En na de zware eis van de officier van justitie hoopt de familie dat het recht toch nog zijn loop krijgt. Ja, jullie waren daarbij, hè, bij die uitspraak. Ja. Hoe ging dat? Ja, we zaten daar in volle verwachting dat hij wel veroordeeld zou worden. En toen was er ineens vrijspraak. Ja, dat was echt een enorme ontgoocheling. We waren verbijsterd. Dat hadden we eigenlijk geen van allen verwacht. Nee. En dat was een enorme teleurstelling. We stonden zo weer buiten. We zijn geloof ik nog een kwartier binnen geweest. Kan niet eens die verbazing te boven komen bij spreken. Ja. En het is klaar en hij is vrij. Na al die tijd dat je er naartoe leeft en denkt dat hij veroordeeld gaat worden. En ook hoopt dat de zaak rondkomt en zo. Sta je met lege handen buiten. Sta je daar met lege handen buiten, ja. Nou, ik heb het vonnis bij me en ik zal even voorlezen wat daar precies over staat. Daar komt bij dat het onmogelijk is gebleken om door middel van een verhoor als getuige ter terechtzitting de betrouwbaarheid van de verklaring van genoemde getuigen te toetsen, waartoe in dit geval zeker aanleiding bestond. Met andere woorden, doordat de advocaten van Moody die kroongetuigen niet aan de tand konden voelen in de rechtszaal, ja, hield het een beetje op. Dat is wel heel zuur, hè? Ja, zeker. Absoluut. Dat is heel zuur. Heel zuur. Het was genoeg. Ja, het verhaal was eigenlijk wel rond. Maar omdat je dat verhoor niet plaats kan vinden, houdt het dus op. Ja, dat is echt heel wrang. En daarmee is de hele zaak opeens terug bij af. Moody is onherroepelijk vrijgesproken en kan volgens de bestaande wetgeving daarom ook niet meer worden vervolgd voor dit misdrijf. En de daadwerkelijke moordenaar, de man van de vingerafdruk, die zit in het verre Libanon. Dini, wat heeft de moord voor jou nou persoonlijk betekend? Heb je na verloop van tijd je leven weer op kunnen pakken? Wat voor impact heeft het gehad? Ja, het is heel moeilijk geweest. Wij hadden samen met mijn ex een klein hotel dat moest verder draaien. Dat lukte niet al te best. En mijn ex had ook, die zag het ook helemaal niet meer zitten.
Dus dat is, nou, dat heeft nog niet eens zo heel erg lang geduurd. Dat is na een maand of 7 is dat ter ziele gegaan. Dat is, dat zijn we gewoon kwijtgeraakt, ja. Het is een wond waarvan de littekens nooit helemaal verdwijnen. Nooit helemaal, nee. Ik ben na die tijd ook niet meer in staat geweest om een relatie aan te gaan. Ik ben al vanaf 92 alleen. En dat heeft hiermee te maken? Ja, ook. Absoluut. Ja, absoluut. En toen werd het 16 jaar stil in de zaak. Tot in 2008 het cold case team van de Rotterdamse recherche het dossier uit het archief wist. De bewijsstukken en monsters die nog bewaard zijn gebleven worden allemaal nog een keer aan de nieuwste technieken onderworpen in een poging er een verdacht DNA-spoor op te vinden. En met succes. In 2010 wordt op meerdere plekken, waaronder veiliggestelde sporen op van Seth's lichaam en het snoer van de wekkerradio, erfelijk materiaal gevonden van een onbekende man. Als dit nu toch eens van één en dezelfde man afkomstig is als de vingerafdruk die men in 92 al op de wekkerradio had gevonden. De gevluchte asielzoeker dus. Dan kan hij natuurlijk nooit meer zeggen dat hij ooit in de slaapkamer toevallig de radio heeft vastgepakt. Dan moet hij voor de volle 100% de moordenaar van Seth zijn. De Rotterdamse recherche dient direct een verzoek in bij de Libanese justitie om de teruggekeerde asielzoeker op te sporen. En als dat is gelukt, zijn DNA te mogen onderzoeken. Tot verrassing van de politie krijgt men pijlsnel het bericht dat aan het verzoek zal worden voldaan. Binnen een paar weken stuurt men vanuit Libanon een enveloppe met een wattenstaafje met het wangslijm van de man. De uitslag is een voltreffer. Het snoer van de wekkerradio, waarmee Van Seth is gewurgd, is absoluut door hem vastgepakt. En ook de sporen op Van Seth's lichaam bevatten zijn DNA. De Rotterdamse recherche reist in de tweede helft van 2010 af naar Libanon, waar de speciaal voor het verhoor opgehaalde man op een politiebureau zit te wachten. Maar in plaats van spijt te betuigen en na al die jaren eindelijk de waarheid op te biechten, zegt hij dat hij geen idee heeft waar het over gaat. Hij ontkent Van Seth en haar man Moody ooit te hebben ontmoet, en hij ontkent resoluut ook ooit in de woning aan de Rotterdamse Straatweg te zijn geweest. En dat was het dan. De regisseurs keren terug naar Rotterdam en de verdachte Libanees wordt weer naar huis gestuurd. Een internationaal te complexe zaak, zo blijkt. Zeker met een land als Libanon. Dit is hem. De moordenaar van Seth. Deze foto is in 2010 door de Libanese politie genomen tijdens de DNA-afname. Nu is hij inmiddels 48 jaar oud en heet Khaled Danaoui. En we zijn erachter gekomen waar hij woont. In het zeer onrustige Noord-Libanon. Libanon is een klein land dat ligt ingeklemd tussen Israël, de Middellandse Zee en Syrië. Libanon is ook een verscheurd land en het draagt overal de littekens van een bloedige burgeroorlog. Maar naast zwaar gehavende gebouwen in vooral de hoofdstad Beirut zijn er ook chique winkelstraten en mondaine boulevards.
Politiek zijn de verschillen nog steeds enorm. De opmerkelijk grote groep christenen vormt momenteel bijvoorbeeld een coalitie met de islamitische Hezbollah, die berucht is vanwege zijn talrijke aanvallen op Israël. Van oudsher drukt buurland Syrië een zwaar stempel op het leven in Libanon. Wat de zeer diverse bevolking van het kleine Libanon bindt, is een sterk anti-Israël sentiment. Zelfs de naam Israël noemen op straat als buitenlander is al riskant. Door alle conflicten waan je je als buitenlander in Libanon in een land op de rand van oorlog. Overal zijn roadblocks, lopen militairen en staan agenten van de veiligheidsdienst met oortjes in de boel in de gaten te houden. En uitgerekend in dat land, waar men ogenschijnlijk niet op een moord meer of minder kijkt, uitgerekend daar woont de moordenaar van Fonset. We reizen van de hoofdstad Beirut naar Tripoli. Khaled Danawi woont in de Noord-Libanese stad Tripoli. Misschien wel een van de meest riskante plekken in Libanon. En er is nog een probleem, want het geweld is overgeslagen naar buurland Libanon. In de noordelijke stad Tripoli zijn bij schermutselingen tussen voor- en tegenstanders van president Assad al 4 doden gevallen. Dit is het nieuws van 2 weken geleden. Tripoli lijkt soms op een oorlogsgebied. We nemen onze intrek in het enige fatsoenlijke hotel aan de rand van de stad. Volgens onze bronnen hier in Libanon runt Khaled een winkeltje, uitgerekend ook nog eens in een van de slechtste buurten van Tripoli. En daar willen we dus heen. De spanning stijgt, vooral bij Dini en Lucien natuurlijk. Dat zijn toch spannende momenten. Ja, hè? Maar ook het moment. Dan kan ik daar dichtslaan. Dan denk ik, ja, lekker dan. Ja. Dan ben ik blij achteraf, ook niet. Je kan het niet overdoen. Nee. Hè? Om te ontdekken of de kust veilig is en om met onze eigen ogen vast te stellen of de voortvluchtige moordenaar er ook echt is, stuurt Peter 2 collega's op verkenning. Het winkeltje van moordenaar Khaled zou de welluidende naam Venetië dragen. We passeren talloze militaire posten en roadblocks en realiseren ons dat we als blanke West-Europeanen opvallen. We komen in de buurt. Als een groepje inwoners in de straat achter het winkeltje onze camera ziet, blijkt wel wat hier de moraal is. Dit moet de straat zijn waar hij zijn winkeltje heeft. En inderdaad. In het Arabisch staat hier Venetië. Dit moet hem zijn. We gaan een pakje sigaretten en wat fris bij hem kopen. Met de verborgen camera aan natuurlijk. Moordenaar Khaled staat voor zijn winkeltje. Joshua? Ja. De Franse? Ja. Yes. Is dit sigaretten? Dit is hem. Khaled Danawi, 48 jaar oud. In 1992 wurgde hij van Zet in haar slaapkamer in Rotterdam. We cherchons le pour demain, le citadel, c'est loin d'ici. Hij vluchtte naar Libanon en waant zich in deze brandhaard in het Midden-Oosten al 20 jaar veilig en onbespied.
maar niet voor lang meer. Van Zets zuster Lucien heeft deze Galette in 1992 al eens ontmoet. Tijdens de Rotterdamse marathon was hij in het gezelschap van Van Zets man Moody. Deze week, 20 jaar geleden, drong hij de woning van Van Zets binnen. Ja. En nu staat hij hier gewoon... In zijn winkeltje. Mooi weer te spelen eigenlijk, hè? Ja. Ja, ongelooflijk. Herken jij nog iets van toen, of niet? Nou, de ronding van zijn gezicht, want hij heeft echt een heel rond gezicht. En dat was toen ook. En ook die wat ronde neus en alles is rond aan hem. En dat herken ik wel terug, ja. Maar dit is hem dus. Ja. We hebben hem. Ja, zeker. Als ik hem aankijk, denk ik, ja, maar goed, ik was erbij, bij wijze van spreken. Ik was er niet echt bij, maar ik heb je gezien en je was erbij. En dat weet jij ook. Hij kan het ontkennen, maar hij weet het. Ja. En ik weet het. Als je hem nou zo ziet hier, voel je dan veel woede of machteloosheid? Wat is het eigenlijk? Ja, ik kan het niet zo goed omschrijven. Het is heel raar. Nee. En dan kijk ik als kijker en denk ik, oh ja, mijn aardige man. En dan komt, ik denk, ja, maar wacht even, hij heeft wel een zus vermoord. Ja, daar zit natuurlijk echt heel raar. Een emotie achter, maar ik zie geen aardige man, nee. Ja, het is in feite gewoon een vieze, vuile schof. Ja. Laten we het maar even zeggen zoals het is, hè. Ja. Ja, het is toch een confrontatie of zoiets. Ja, zegt dat wel. In Tripoli heeft Galette lang geleden ook al zijn sporen nagelaten. Want als de recherche in Nederland opvraagt waarom Galette eigenlijk in het asielzoekerscentrum in Rijsbergen zijn toevlucht zocht, ontdekt men dat de man al een eerdere moord op zijn geweten heeft. In zijn intakeverklaring staat dat hij in 1982 op een plein in Tripoli met een Kalashnikov op klaarlichte dag een officier van het Syrische leger heeft geliquideerd. De reden die Galette zelf opgeeft is dat deze officier hem bij een aanhouding had vernederd en dat hij hiervoor wraak wilde nemen. Na deze koelbloedige moord was Galette de bergen ingevlucht en had hij zich aangesloten bij een terreurbeweging. Na veel omzwervingen was hij uiteindelijk in het asielzoekerscentrum in Rijsbergen terechtgekomen. Ja, een bizar verhaal. En enige skepsis is misschien op zijn plaats. Want het zal natuurlijk niet de eerste keer zijn dat een asielzoeker een dramatisch verhaal opdist om zo toegang tot Nederland en een verblijfsvergunning te krijgen. Maar als het waar is, schetst het natuurlijk een huiveringwekkend beeld van deze man. Want als je in staat bent om een legerofficier overhoop te schieten omdat hij je niet helemaal correct behandelde, is de moord op een totaal onbekende vrouw in een ver land, waar je bovendien nog voor betaald krijgt ook, maar een kleine stap. Al met al geen lekkere jongen. En dus de ideale man om te vragen voor een huurmoord. Hoewel Galette eerder beweerde dat hij niet terug durfde naar Libanon, omdat hem daar de doodstraf wachtte, doet hij dat dus toch. Maar Libanon is een land waar de politieke situatie per dag wisselt en waar de moordenaar van een legerofficier de volgende dag gezien kan worden als een vrijheidsstrijder. Galette spreekt Frans en ook wat Engels. Zo hebben we ondervonden. Maar de kans is natuurlijk groot dat hij zich bij een confrontatie van de domme zal houden. Good morning. Hi, morning. How are you? Fine. Yeah. Morning. Morning. Good morning. Daarom huren we een zogenaamde fixer in. So. Fixers zijn lokale mensen die de talrijke journalisten uit de hele wereld hier op weg helpen met contacten, vergunningen en natuurlijk met de taal, het Arabisch. Onze fixer heet Dirkan en hij zal als gids en tolk optreden.
Het uur u nadert. Ja, ook al zal hij ontkennen misschien, want die kans zit erin dat hij gewoon toch mee weg wil komen. Ja. Dan denk ik, ja, nou ja, jij weet en ik weet dat het anders is gewoon. En dat moment is dan voor mij, zeg maar. En oh ja, wat, of er verder nog gevolgen aan zitten. En ik doe dit gewoon ook voor mijn zus. Ik vind het gewoon, zij is daar gewoon onschuldig. Ja, op hardhandige wijze om het leven gebracht. En ja, kan ik iets hopelijk voor de compensatie goed maken of zo. Het zal voor hem ook een enorme schok zijn dat juist jullie tegenover hem staan. Hier, waar hij zich veilig voelt, staan ineens de moeder en de zus tegenover hem die zeggen, wat heb je eigenlijk gedaan? Ja. Reken maar dat hij vannacht niet slaapt. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat is het alleen al waard. Dat is het zeker waard, ja. Net als ik vannacht. Ja. Ik bedoel, ik heb wat moeilijk geslapen, ja. Ja. Nee, dat is het zeker al waard. Ja. Nou, laten we hem maar eens gaan opzoeken dan. Ja, doe maar doen, hè. Ja? Ja. Klaar voor? Ja, helemaal. Let's go. Yes. Oké. Okay. Na 20 jaar gaat Dini, de man die haar dochter zo gruwelijk vermoordde, voor het eerst in de ogen kijken. En kan Lucien hem op de man af confronteren met zijn leugens dat hij Van Zet en Moody nooit heeft ontmoet. In de wijk waar de moordenaar zijn winkeltje heeft, komen nooit toeristen. En omdat wij als grote groep duidelijk westerse bezoekers niet te veel in de gaten willen lopen, voor we bij het winkeltje van gelet zijn, hebben we onze bus geblindeerd. En we kunnen hier gewoon wachten en ik bel je. En dan kun je zo de straat in aan het eind trekken. Ja. Nou. Succes. Ja. They're gonna walk. Okay. And you step out when you're in front and join them. Okay. Galet staat niets vermoedend voor zijn winkeltje. Hij zit daar, zie je dat? Kom maar. Hi, how are you? I want to talk with you, I want to have a word with you about what happened 20 years ago in Rotterdam. Yeah? It's after who's you? Well, I am a friend of these two women. You understand English, don't I know you understand English. You remember her? This is the girl, this is the woman you murdered in Rotterdam. Yeah, you did. You know, she is the mother. Mother. She is the sister. Okay, what is he saying right now? He's saying that at this point he like to get the authority involved. We know you commit the murder because your fingerprints and your DNA were found at the crime scene. You murdered Van Zet. He said he don't know the language, he don't know the area real well over there, and he only stayed there for 2 months, and he got deported. And then you killed this woman. You know Moody, Moody. Yeah. Yeah. Moody. Yeah. Don't lie. Don't lie. No. You lie. You murdered this woman. We were in Rotterdam. We ate an ice cream. We were in Rotterdam one day with Bilal, with Ziad, with Moody, with my sister and me. We ate some ice cream. I'm a sister, yes. Yes, I know.
He said no, I have no idea. Who gave you the assignment to kill her? He said nobody pushed her and he don't even know who she is. Now you know. You killed her with the electric cord of the alarm device. Translate. With the electric cord. You strangled her. Yeah, you did. He said, this is your problem. You don't have no idea about it. No, this is not my problem. This is our problem. Because after all these years, I want to know why. Yeah. Because you hardly knew her. Why did you do that? These women... These women have the right to know why you killed their daughter. Khaled houdt zich compleet van de domme. Net als toen hij 2 jaar geleden door de Rotterdamse politie werd gehoord. Maar hoe hard hij ook ontkent, hij durft Dini en Lucien niet recht aan te kijken, valt ons steeds op. Om van de aandacht van zijn buren af te zijn, loodst hij ons mee naar een kamertje naast zijn winkel. Let him face the mother. Let him look her in the eyes. That's what we want to know. Why did you do that? A couple of years ago, you have to be summoned by the police here in Beirut and your DNA is taken. He asked for that, he said. No, the police in Holland. That's a lie. That's another lie. The police in Holland asked for that. It's 20 years later. The mother has the right to know what happened. Leg. My dad. That is a risk. Yes, I was over there. He said, you want to film that? It's a hard disk. Opeens begint de zaak wat te escaleren. Er ontstaat rumoer over een handcameraatje dat hij ziet. Wat zei je echt? Relax. Peter, staat verdomme. He was in the picture. Time to go. Time to go, but I don't know where the bus is. Wait. Okay, wait, I think we leave. Yeah. Ik heb gewoon praatje. Yeah. Maar dat gebaar sust de gemoederen allerminst. Er duiken opeens handlangers op van de moordenaar. En in deze wijk is een wapen snel gepakt. Ja, daar valt hij. We moeten nu snel handelen en vooral ook Dini en Lucien in veiligheid zien te brengen. De chaotische verwarring trekt de aandacht van een agent. De man met wit shirt van de Libanese Veiligheidsdienst waarvan het hier wemelt. Zij posten hier in het erg onrustige Tripoli op bijna iedere straathoek. Een dag eerder is hier nog geschoten bij een uit de hand gelopen demonstratie. We worden opeens gesommeerd om mee te komen. Alleen de chauffeur nog. Onze tolk en fixer zegt dat dit foute boel is. De veiligheidsdienst is behoorlijk berucht. Men is zeer kortaf. We mogen geen vragen stellen en moeten direct mee. En ook moordenaar Khaled wordt afgevoerd. We vrezen voor onszelf, maar ook voor onze opnamen. We hebben natuurlijk allerlei verborgen beeld- en geluidsapparatuur bij ons. En dat is iets waar een geheime dienst in deze regio doorgaans erg argwanend van wordt.
Als ze dat ontdekken, wordt waarschijnlijk alles in beslag genomen. Ook onze beelden. In de verwarring heeft de moordenaar zojuist ook nog even met onze chauffeur staan praten. Kennelijk niet wetend wie die voor zich had. Something happened 20 years ago and they're hunting me down now for it. That's what he said. Volgens onze fixer zijn we net op tijd in de bus gestapt. It's a very dangerous area we were in right now. What was he telling about this guy getting a machine gun or something? The guy said, I'm gonna get my gun and I'll kill all of you. And they have machine guns. Of course, everybody got machine guns. My son got one. This is Lebanon. We volgen nog steeds de man van de veiligheidsdienst. En dan rijden we een bewaakt terrein op met een slagboom. We moeten uitstappen en meekomen. Is alles goed verstopt, jongen? Dat liep maar net goed af. We werden afgevoerd naar een soort militair compound. Daar werden we onder bewaking van gewapende militairen, notabene samen met de moordenaar, in een soort wachtlokaal neergezet. Een bizarre situatie. We mochten niets. Niet bellen, niet naar het toilet, niet roken, niet eens opstaan. Maar toen we uiteindelijk bij de commandant aan zijn bureau zaten en we de situatie uitlegden, ontdooide de sfeer snel. De man toonde mededogen met moeder Dini en zus Lucien. En raakte gaandeweg ook gefascineerd door de zaak en onze inspanningen daarin. Het resultaat was dat wij een paar uur later weg mochten en dat moordenaar Kalet voorlopig bleef zitten. Hij mag zich nu verheugen in de belangstelling van de veiligheidsdienst. 20 jaar na de moord op Fanchette staat de zaak hier mooi weer op de kaart. En is aan het anonieme, rustige leventje van Kalet een abrupt einde gekomen. We zijn terug in het relatief veilige Beirut. Nou, we kunnen wel zeggen zonder enige overdrijving dat dit een behoorlijk avontuur was, hè, vanmiddag. Nou, dat zeker, ja. Had je ook niet kunnen voorzien dat het zo zou lopen. Zijn we een beetje bijgekomen? Ja, mijn gedachten gaan wel steeds naar terug. Ja. Nou. Ja, het passeert al iedere keer de revue, de beelden. Was het anders dan je dacht, Dini, om hem te zien? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar hemzelf. Ik had natuurlijk absoluut geen voorstelling van hem. Het was minder overweldigend als persoon. Hij werd klein. En hij kroop ook best wel... Ik kreeg de indruk dat hij zich toch echt wel... aangevallen voelen, ja, logisch, maar ook wel overdonderd. En zo'n soort van houding van, wat moet ik hiermee? Ja. Hij ontkende alles, hij kende niemand, hij was er niet geweest. Ja. Gewoon duidelijk niet waar is. Ja. Weet je wat ik nou bijzonder vond? Ik vraag me af of jullie dat ook vonden. Dat 20 jaar na dato, toen we in dat kantoor van die geheime dienst zaten en daar een beetje werden ondervraagd, dat er dan ineens een foto van Fanchette op de tafel van die kolonel terechtkomt. Ja. Dat je 20 jaar later ligt daar ineens die foto. Mm-hmm. Voelden jullie dat ook? Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat is zeker. Een bijzonder moment eigenlijk, hè? Absoluut. Ja, sowieso dat er 20 jaar na dato nog zoveel... loskomt rond de hele zaak. Hier in Libanon, duizenden kilometers verderop. Terwijl wij destijds vaak genoeg erover gehad hebben van hadden we maar een mogelijkheid om hem daar op te gaan sporen. Wat niet aan de orde was natuurlijk. Het was niet haalbaar. Ook ons afgevraagd waarom de recherche daar toen niks verder mee kon. Ja. Heeft het jullie nou after all een goed gevoel gegeven om hem eens toch even moeilijk te maken? Ja, zeker. Ja. Geen spijt? Nee, absoluut niet. Ik denk ook dat je zus het mooi gevonden zou hebben. Ja, ik denk het ook wel. Dat je dat doet. Tuurlijk.
Dit is haar graf. Ja. Ja. Je bent niet gevangen in je lichaam nog. Gekluisterd aan huizen of velden. Wat je werkelijk bent, verblijft boven de berg en zwerft met de wind. Van Khalil Gibran. Mooie tekst. Ja, hele mooie tekst. Ja. Hoe kijken jullie nou op terug op die trip? Wat heeft het jullie gebracht? Nou, buiten heel veel emoties toch wel een grote genoegdoening. Dat die meneer daar niet zo lekker meer in zijn stoel zit. Maar het feit dat we hem toch een moeilijke tijd nu geven. Dat hij toch even denkt van, oh Jezus, zijn we op het spoor. Ja. Dat is het allemaal waard? Ja, zeker. Zeker waard geweest. Ik heb er ook absoluut geen spijt van, hè? Dat niet. Maar het heeft er wel ingehakt. Ja. Ja, absoluut. We staan hier nu aan het graf van Chet. Wat denk je dat zij ervan gevonden zou hebben? Dat jullie daar helemaal naar Libanon toegegaan zijn voor haar? Nou, dat zou ze wel gewaardeerd hebben. Dat weet ik wel zeker. Ja? Ik denk dat zij andersom in haar, als het andersom zou zijn geweest, dat ze dat ook had gedaan. Ja. Dat ze die kans ook had aangegrepen. Ja, zeker. Ik denk dat ze ook dankbaar is en dat ze het dapper vinden en dat ze het liefst erbij had willen zijn. Mm-hmm. En dan had ze nog misschien iets meer dan ons gedaan daar in dat winkeltje. Maar dat is wel een mooie gedachte, toch? Ja. Ja, zeker. Ja. Dag, lieverd. Ik heb ook het idee dat ze wat meer weer erbij is op de een of andere manier. Wat meer betrokken met elkaar. Ja, terwijl het toch allemaal heel lang geleden is. Alle respect voor deze twee dappere vrouwen die het aandurfden om het de voortvluchtige moordenaar van hun dochter en zus in het roerige Libanon moeilijk te maken. Maar de vraag is nu natuurlijk, kan er niet nog wat meer gebeuren, waardoor het recht na 20 jaar alsnog zijn loop krijgt? Wie daar antwoord op kan geven is recherchechef René Bergwerf van het Cold Case Team van de politie Rotterdam-Rijnmond, die de zaak weer in onderzoek heeft. Dag René. Ja. Jij hebt deze man 2 jaar geleden ook in Libanon in een verhoorkamertje gehad. Hoe reageerde die toen? Eigenlijk hetzelfde als wat ik net heb teruggezien. De man ontkent in alle toonaarden, ontkent zelfs in Rotterdam geweest te zijn. Dus het beeld wat jullie schetsen, dat hebben wij uiteindelijk ook gezien. Hij heeft dus geen verhaal? Hij heeft absoluut geen verhaal. Ja. Hij ontkent alles en op zich klinkt dat frustrerend, hè? Maar aan de andere kant, je kan ook te veel ontkennen, hè? In de misdaad. Dat klopt. Wat jullie hebben laten zien is dat aan de hand van technische sporen hij daar op de plaats delict wordt gebracht. Onomstotelijk. Dat is onomstotelijk. Daar zou je een verhaal bij moeten hebben. En vooralsnog zien we dat niet terug. Maar wat kan er nu nog? Want hij zit in Libanon en Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland, wat kan er? Er zijn verschillende opties. Het kan zo zijn dat hij hierbij verstek vervolgd gaat worden. Maar het kan ook zo zijn dat Nederland gaat verzoeken om de strafvervolging over te laten nemen door Libanon. Mooier zou zijn als die eigenlijk daar berecht wordt. Bewijs naar Libanon gaat, en dus keihard bewijs dat hij daar veroordeeld wordt en daar de cel in. In ieder geval dat hij daar voor een rechter zou verschijnen, zou mooi zijn. De vraag is of dat de meest ideale oplossing is. Het zou denk ik beter zijn om hem hier uiteindelijk voor een rechter te krijgen. Maar goed, als dat er niet in zit, dan is een alternatief om hem daar voor een rechter te ontvoeren.
Ja, goed, maar dat, dat zal uiteindelijk niet leiden tot misschien het gewenste resultaat. Nee, nee. Nou is het zo, dat intrigeerde mij nogal, dat hij destijds, 20 jaar geleden, toen hij Nederland binnenkwam, heeft gezegd, ik heb een Syrische militair vermoord. Is dat niet iets wat in Libanon is onder de aandacht gebracht moet worden? Misschien pakken ze hem voor die zaak wel en komt hij daarvoor in de bak. Is in ieder geval iets. Ja, dat zou je denken. Alleen ik denk niet dat het in de praktijk zo werkt. Het feit dat hij toen een tijd gevlucht is, daarvan mag ik veronderstellen dat dus bij de autoriteiten bekend is dat hij dat feit gepleegd heeft. En, ja, maar in Libanon weet men dat nu misschien helemaal niet. Is die zaak ook nog onopgelost? Dan zijn ze je misschien heel dankbaar als je ze daar even op wijst. Nee, dat zou kunnen. En ik kan me voorstellen dat die gedachte leeft bij u, maar ook misschien bij kijkers. Maar het zijn twee aparte zaken en wij gaan uiteindelijk alleen maar over de zaak van Jetten. Dus die tip moeten wij dan maar geven? Ja, ik zal hem niet geven, nee, klopt. Nee. Wat betekenen deze ontwikkelingen nou allemaal voor de echtgenoot van Vancet, Moody? Hij is destijds onherroepelijk vrijgesproken, maar door dit DNA-bewijs en zo lijkt het toch dat de aanwijzingen voor zijn betrokkenheid ook zijn toegenomen. Klopt. Ik kan me voorstellen dat die indruk ontstaat. Maar op dit moment betekent dat eigenlijk niets voor Moody. Hij is eenmaal voor de rechter geweest, is vrijgesproken. En in Nederland betekent dat dat het dan klaar is. Ja, dat het ook al zou hij bekennen, dan nog gaat hij vrij uit, hè? Klopt. De wetgeving op dit moment staat niet toe dat je voor een tweede keer vervolgd wordt. Wel wrang in zo'n zaak, toch? Dat is wrang in zo'n zaak, klopt. Ja. Dus we moeten nu eerst maar ervoor gaan om de feitelijke moordenaar in Libanon te pakken. Zorgen dat die zijn straf krijgt en dan zien we verder. Dat klopt. Dat is de enige kans die op dit moment dit onderzoek nog heeft. En jullie geven niet op? Wij geven zeker niet op. Nou, goed zo. Dank voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Nou, we zullen zien of deze zaak daadwerkelijk een vervolg krijgt. Al kan ik u daar vanaf deze plaats dan niet meer over berichten. Want dit was echt onze laatste reportage. Maar helemaal afgelopen is het nog niet. Want zometeen kunt u nog een aflevering lang naar het sluitstuk van 17 veelbewogen jaren Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, kijken. Een blik achter de schermen. Zeg maar een camera in de kleedkamer. Mis het niet. Als je verwacht. Ik vond Hamburg een hele mooie stad. Ja. Maar ik merkte hier wel dat er dingetjes waren met die vrienden, met die broer. Van, een beetje schimmig. Ja, ik vind het goede woord, is een beetje lastig te vinden. Maar... De tipgever uit Duitsland, die in 1992 is gearresteerd, heeft dus kort na de moord allerlei details gehoord van Moody's broer die daar woont. Deze getuige weet zodoende ook te vertellen dat de moordenaar de vroege avond voor de moord de huissleutels in ontvangst had genomen van Moody. En het verhaal gaat verder. Zo had de moordenaar opzettelijk geen handschoenen gedragen, zodat er vreemde vingerafdrukken gevonden zouden worden en haar man Moody niet verdacht kon worden. Vancet zou zich tijdens de moord zeer hevig hebben verzet en zou de dader in zijn gezicht hebben gekrapt. De dader is op Vancets hals gaan staan en moest zich met bebloede handen tegen de muur overeind houden. De asielzoeker had haar uiteindelijk gewurgd met het snoer van haar wekkerradio. Daarna had hij de gaskranen opengezet. Na zijn daad heeft de dader de huissleutel weer teruggebracht bij Moody. Zo vertelt de man verder tegen de recherche. De politie vermoedt dat de moordenaar door Moody 's nachts naar de plaats delict is gereden.
Hij woonde immers in een asielzoekerscentrum ver buiten de stad en had daar alleen maar de beschikking over een fiets. Ook is de kans erg klein dat hij de weg kende in Rotterdam. Alle aanwijzingen van de Duitse Libanees kloppen één op één met de bevindingen op de plaats delict en met de overige bevindingen van de recherche. Van Zet is een verschrikkelijke dood gestorven. Op een gegeven moment heb ik het gewoon toegelaten. En het, toen was ik wel alleen. Ja, eigenlijk geprobeerd om die laatste minuten van haar te doorleven. Ja. Ja. Dat moet verschrikkelijk zijn. Ja, dat zijn is heel erg. Dat is puur fysieke pijn voor mij. Nog, als ik eraan terugdenk. Ik heb hetzelfde, we hadden het er nog over. Ja. Maar ik heb dat toen bewust toegelaten om er doorheen te gaan. Want ik denk, anders dan kan ik niet verder. De tipgever-arrestant, die zelf een sluitend alibi heeft voor de nacht van de moord, is inmiddels gepromoveerd tot kroongetuige in de zaak. Hij is wel erg bang en verklaart dat hij later met de dood is bedreigde de broer van Moody om nooit met de politie te praten. Niet lang na zijn vrijlating schrijft hij vanaf zijn woonadres in Duitsland de Rotterdamse recherche nog een 8 kantjes lange emotionele handgeschreven brief. Hij is duidelijk nog altijd doodsbang voor zijn leven en dat van zijn vrouw. De brief aan de politie eindigt met: mocht ons iets overkomen, dan bent u nu van alles precies op de hoogte. De recherche heeft inmiddels aan de hand van nieuwe, andere getuigenverklaringen ontdekt dat de asielzoeker van de vingerafdruk inderdaad kort voor de moord een aantal maal bezoek kreeg op het asielzoekerscentrum in het Noord-Brabantse Rijsbergen. Men omschrijft een man die precies past in het signalement van Moody. De asielzoeker zou ook een aantal maal met deze persoon zijn meegegaan in diens auto. Een witte Mercedes. Moody reed in zo'n auto. De medewerkers van het asielzoekerscentrum herinneren zich dat de man van de Mercedes zich nooit wilde legitimeren bij binnenkomst en dat hij vragen van de receptie over wie hij was en wat hij kon doen ontweek. Ten slotte weet de directeur van het centrum zich nog goed te herinneren dat de verdachte de dag na de moord bebloede krassen had op zijn rechterwang. De asielzoeker deed hier toen nogal opvallend over, vond de directeur. Hij zou iets te nadrukkelijk hebben gewezen op een valpartij van een klimrek op het asielzoekerscentrum als oorzaak. Was het een krabwond van Van Zet toen ze in doodsstrijd was? Nou, dit is de allerlaatste foto van de. Dini van Berkum en haar dochter Lucienne uit Rotterdam zijn zojuist begonnen aan de reis van hun leven. Deze week, exact 20 jaar geleden, werd Dini's dochter, en dus Lucien's zus, om het leven gebracht. Ze heette Van Zet en werd in haar slaapkamer vermoord door een man die direct na zijn daad naar een ver land vluchtte. En al die tijd zijn deze twee nabestaanden machteloos geweest. Maar nu, na 20 jaar, weten ze wie hij is en waar hij zich schuilhoudt. De dader is een man die nog geen dag in de gevangenis heeft gezeten. Sterker nog, een man die er waarschijnlijk niet eens meer vaak aan denkt, omdat er al zoveel jaren zijn verstreken. Maar voor deze twee vrouwen ligt het heel anders. Nog heel erg vaak spookt de nachtmerrie door hun hoofd. Die begon in de vroege ochtend van 3 mei 1992... aan de straatweg in Rotterdam-Noord. Met een schok wordt Dini van Berkum wakker. Het is haar schoonzoon die onder haar woont en die zojuist was thuisgekomen van zijn werk als nachtwaker op een parkeerplaats. Hij is helemaal buiten zichzelf
en rukt als blijk van ontzetting zijn overhemd kapot. Er is iets vreselijks gebeurd met Facet, Dini's 29-jarige dochter. Wat was het eerste dat je zag? Haar. Niet op het bed, maar daarnaast, op de grond. In een hele rare houding. In eerste instantie het idee dat ze sliep. Of in ieder geval niet wakker was. Dus dat probeerde ik. Maar toen... hoe moet ik dat omschrijven? Ze keerde om, maar de houding bleef hetzelfde. Ze was niet slap. Want je probeerde haar bij te brengen. Ja. En toen had ik gelijk door dat er iets vreselijks was gebeurd. Ik pakte die wekkerradio op. Nou weet ik niet waarom. Er kwam ineens een flits boven. Dat ik het oppakte, dat ik denk van, wat is dit nou? En dat ik het weggooide of zo. Ja. Dat je dacht, wat doet dat hier? Ja. Waarom ligt die wekker hier? Ja. Sectie wijst uit dat Van Zet door wurging om het leven is gekomen. Met het snoer van haar wekkerradio. Haar tongbeen is gebroken. Van Zet moet zich zeer hevig hebben verzet tegen haar belager. Ze heeft overal blauwe plekken. En er zitten handpalmafdrukken van de dader met haar bloed op de muur. Bij binnenkomst schrikt de politie meteen van een sterke gaslucht. De gaskraan van het fornuis staat open. De dader heeft waarschijnlijk de bedoeling gehad om de boel te laten exploderen. Maar dat is niet gebeurd en daarom kan de technische recherche een aantal belangrijke bevindingen doen. Er zijn geen braaksporen. Sterker nog, Van Zets echtgenoot vertelt dat bij thuiskomst de deur op een kier stond. Zo, dus dit is het leven van Chet eigenlijk. Ja. Leven in beeld. 11 november 1962. Ja. Gewoon zitten. Met grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze dochter, Van Zet. Aparte naam, hè? Waar komt die eigenlijk vandaan? Ik was op dat moment, althans niet op dat moment, maar toen ik zwanger was, een boek aan het lezen. En dat speelde zich af in Frankrijk en daar werd die naam gebruikt. Hmm. Ik heb hem nooit eerder gehoord. Dit is de kleine. Ja. Behalve dat er geen braaksporen zijn, lijkt er op het eerste gezicht ook helemaal niets uit de Rotterdamse woning gestolen. Zou de dader gewoon hebben aangebeld of misschien de sleutel hebben gehad? En zou hij dan direct zijn betrapt en na de moord met lege handen weer zijn gevlucht? Van Zets moeder Dini, die er pal boven woont, heeft niets gehoord die nacht. Eén van de buren wel, maar die dacht getuige te zijn van een heftige vrijpartij. Op de wekkerradio, het moordwapen, worden vingerafdrukken aangetroffen. En die zijn niet van Van Zet of haar man. Hoewel de vingerafdrukken niet van hem zijn, trekt Van Zet als echtgenoot al vrij snel toch de aandacht van de recherche. Het is de van oorsprong Libanese Moody en hij is 3 jaar eerder getrouwd met Van Zet. Het blijkt dat het huwelijk tussen de twee veel ups en downs kende en dat ze bovendien erg veel schulden hadden. Desondanks hadden ze kort geleden nog een appartement gekocht en was er zodoende ook een verzekering op het leven van Van Zet afgesloten. Daarin ziet de recherche een mogelijk motief. Want bij haar overlijden zou Moody de woning schuldenvrij op naam krijgen. Maar door zijn kostje hier was gekocht en hij gezetteld en wel in Nederland een nieuw bestaan kon opbouwen. Dit zijn Van Zet en haar zus Lucien, kort voor de moord begin jaren 90. Hier is nog net een stukje te zien van Van Zets echtgenoot Moody. Het is de enige foto die de familie van hem nog heeft. Hoe stond hun huwelijk er nou voor op het moment dat dit gebeurde? Nou, naar mijn mening niet al te best. Maar ze hadden ook nogal wat schulden opgebouwd, hè? Wat weten jullie daarvan? Nou, ik wist dat er een lening was.
Want daar hadden ze een flinke ruzie om gehad. Dat hij dat buiten haar om had afgesloten. En ja, omdat ze meer schulden had, ja, die creditcard liep ook een beetje uit de spuigaat uit, geloof ik. Maar... Dus al met al was het toch wel een behoorlijke schuldenlast. Ik weet niet helemaal meer hoeveel hij geleend had. Ik dacht dat dat 25.000 gulden was toen. Maar daar had hij een valse handtekening voor gezet. Hij voerde ellenlange gesprekken met Libanon. Ja. Ze kreeg telefoonrekeningen van 800-900 gulden. Echt waar? Ja, dat was niet normaal. Terwijl hij zelf niet eens een inkomen had toen. Nee, ja. Maar enkele maanden voor de moord had Moody toch een baan gekregen. En dat lijkt hem nu een alibi te verschaffen. De moord moet volgens de sectiearts rond middernacht zijn gepleegd. En toen was Moody volgens zijn werkrooster gewoon aan het werk in een parkeergarage op de Wena in Rotterdam. Nader onderzoek wijst echter uit dat Moody urenlang alleen is geweest en niemand kan bevestigen of hij werkelijk de hele nacht op zijn post was. Was zij echt een oudere zus voor je? Nou, ze was had een heel ander karakter dan ik. Dus in die zin, ze was wel, ik zag in haar wel veel dingen van, dat wil ik ook. Als voorbeeld van dat zij ouder was en dingen deed die ik dan ook wel graag wilde. Ja, ook zo toevallig. Ja. Die school in Libanon. Ja. Ja, dat is toch ook wel een beetje bizar, bizar bijna. Hè? Dat bizar, ze op een school zit die Libanon heet. Ja. Libanon scholengemeenschap. Ja. Waar staat zij nu? Hier. Oh ja. De verdenkingen tegen echtgenoot Moody zijn er, maar ze zijn meteen ook niet erg concreet. Daar komt 2 weken na de moord echter opeens verandering in. Op 18 mei 1992 meldt de databank voor vingerafdrukken, Havank, een harde match met de op het moordwapen, de wekkerradio, gevonden afdruk. Het blijkt afkomstig van een Libanese asielzoeker die ten tijde van de moord in het asielzoekerscentrum in Rijsbergen verbleef. En die direct na de moord hals over kop het land blijkt te hebben verlaten. Een Libanese asielzoeker dus. Terwijl Van Schets echtgenoot Moody ook Libanees is. 1 en 1 is 2, denkt de politie. Dit zal toch geen toeval zijn? Deze asielzoeker behoort niet tot de kennissenkring van Van Schets zelf. Zo vindt de politie al snel uit. En dus kan er nauwelijks een logische verklaring zijn voor de vingerafdruk op haar wekkerradio in haar slaapkamer als hij onschuldig zou zijn. Op dezelfde dag dat de politie ontdekt dat de vingerafdruk van een asielzoeker is, komt er ook zeer interessante informatie van de criminele inlichtingendienst binnen. En die wijst rechtstreeks naar echtgenoot Moody, als opdrachtgever voor de moord. Het verhaal is afkomstig van een derde Libanees, eentje uit Duitsland. Hij zegt dat Moody en de asielzoeker van de vingerafdruk elkaar goed kennen. Twee weken na de moord op Van Zet in Rotterdam doet de recherche 2 belangrijke bevindingen. Een op het moordwapen, haar wekkerradio gevonden vingerafdruk, is afkomstig van een Libanese asielzoeker die direct na de moord Nederland is ontvlucht. En via een tip uit Duitsland verneemt de recherche dat deze asielzoeker en Van Zets echtgenoot elkaar kennen. Het scenario van een moord in opdracht, een huurmoord, doemt zodoende op. De tip uit Duitsland is aanvankelijk anoniem en de Rotterdamse politie probeert hiervoor bevestiging te krijgen. En dat lukt. Men traceert een minnares van Van Zets echtgenoot Moody. Een vrouw die rondom de periode van de moord een geheime affaire met hem had. De vrouw wordt gehoord en verklaart tegen de politie dat zij en Moody een aantal maal in een asielzoekerscentrum zijn geweest en dat ze daar de Libanese man van de vingerafdruk inderdaad hebben gesproken.
Ook heeft Moody tegen zijn minnares eens verteld dat hij van plan was om Van Zet te laten vermoorden door een buitenlander. De vrouw geloofde dit aanvankelijk niet. Maar na de moord had Moody het hele verhaal geëmotioneerd aan haar opgepiecht. En toen pas begreep ze dat het allemaal echt was. De tipgever uit Duitsland, die door de criminele inlichtingendienst in beeld was gekomen, had het dus blijkbaar bij het rechte eind. Zou hij nog meer weten? Zou hij misschien zelf betrokken zijn bij de huurmoord? Eind juli 92 wordt hij opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Het blijkt te gaan om een bekende van Moody's familie die in Hamburg woont. Via de broer van Moody was deze arrestant, tipgever, in contact gekomen met Moody zelf. Ook Van Zet heeft een aantal jaar in Duitsland gewoond. Ze hebben elkaar in Duitsland leren kennen, in Hamburg. Want Bachet woonde in Hamburg. Heeft uiteindelijk een jaar of vijf gewoond. Ja, hij heeft ze 5 jaar gewoond. Ja. En ze had daar zich een relatie ook op een gegeven moment. En toen heeft ze ook Moody leren kennen. Was dat liefde op het eerste gezicht? Of, Dat weet ik niet. Jij hebt haar toen wat meer meegemaakt. Ze was wel verliefd. Ja, ik weet dat niet wel. Of het liefde op het eerste gezicht was, maar haar kennende wel. De politie heeft dus na een tip van de CID kort na de moord in 1992 een man in Duitsland opgepakt. Een kennis van Moody's familie. Het verhaal dat deze man vertelt is cruciaal voor het verdere politieonderzoek. Hij verklaart tegen de politie dat Moody, Van Zet's echtgenoot dus, hem had gevraagd om Van Zet te vermoorden. Hij zou hiervoor 20.000 tot 25.000 gulden ontvangen. Een huurmoord dus. De verdachte benadrukt echter dat hij de huurmoord zelf niet heeft uitgevoerd en het ook nimmer van plan is geweest. Hij heeft zelfs bij herhaling geprobeerd om het idee uit Moody's hoofd te praten, beklemtoont de man. Toen Moody er maar op bleef terugkomen, heeft hij, naar zijn zeggen, zelfs met Van Zet afgesproken in een café om haar te waarschuwen. Dat was 3 maanden voor de moord. Van Zet zou er tegenover hem nogal laconiek op hebben gereageerd. Ze nam het verhaal niet echt serieus. Maar Van Zet's zus heeft het gevoel dat Van Zet in die periode wel degelijk een angstig voorgevoel had. Zij heeft mij op een gegeven moment benaderd van, ja, weet jij misschien iemand in de stad of zo die mij misschien een revolver kan bezorgen? Dus ik schrok daar nogal van en ik vroeg om uitleg, zeg maar. Ik zeg, hoezo dan? Ja, zegt ze, die vrienden van Moody of zo, die komen dan wel eens hier en die broer en die komen wel eens in Nederland. En dan voel ik me toch niet helemaal lekker bij als ik nou alleen in huis ben en die mannen komen daar. Niet een alledaags verzoek, hè? Nee, zeker niet, nee. Maar heb je nu achteraf dat je denkt van, dat was toch wel een signaal dat er misschien meer speelde? Ja. De Duitse arrestant-tipgever, die in 1992 zoveel details kent, vertelt verder. Hij was kort nadat hij Van Zet tevergeefs had gewaarschuwd teruggegaan naar Duitsland. Hij wilde er niets mee te maken hebben. De tweede week van mei, een week na de moord op Van Zet dus, liep de man opeens de broer van Moody in Hamburg tegen het lijf. De arrestant onthult tegenover de recherche nu wat hij toen hoorde van de broer van Moody. Moody had een ander gevonden die de moord wel tegen betaling had gepleegd. Het zou gaan om een asielzoeker in een Nederlands asielzoekerscentrum. Deze asielzoeker was net als de twee mannen ook Libanees en was direct na de moord naar Duitsland gevlucht. Het is één en dezelfde man als waarover Moody's minnares al had verklaard, realiseert de politie zich. De man van de vingerafdruk op Van Zet's wekkerradio. In Duitsland had deze broer van Moody de moordenaar na diens vlucht tijdelijk onderdak verschaft. Hierna was deze teruggekeerd naar zijn thuisland Libanon, vertelde de broer ten slotte. Hier was Moody in beeld.
Toen waren ze voor de feestdagen in Nederland. Nou, die is er afgeknipt. Die heb ik er afgeknipt, ja. Dit ben jij, hè? Ja, dat ben ik. Op bezoek naar je zus. Was dat leuk? Het was leuk. Ik vond, zoals ik wel vaak, als je een beeld hebt van een bepaalde stad waar, en dan kom je daar, dan is het heel anders dan op haar verjaardag. April 92. Was het een mooie dienst? Mooie uitvaart? Ja. Het is een beetje in de Maas voorbij gegaan natuurlijk. Nou, er was heel veel ook recherche daar, de politie, alles werd opgenomen. Heel veel mensen kwamen op af. Het waren wel allemaal vrienden. Ja, natuurlijk, het waren echt heel veel mensen. Ja, het was heel druk. En Moody, was die er ook? Ja. Heeft hij ook nog iets gezegd? Nee. Of het woord gevoerd? Nee. Een paar dagen na de moord was de asielzoeker die zijn vingerafdruk op de wekkerradio in Van Zets slaapkamer achterliet, opeens met onbekende bestemming vertrokken. Verdacht, want bij zijn binnenkomst in Nederland had deze man tijdens het intakegesprek op het asielzoekerscentrum nog hemel en aarde bewogen om te mogen blijven. Sterker nog, hij had zelfs gedreigd dat als hij niet in Nederland mocht blijven, hij dan wel een bom in een vliegtuig zou plaatsen om dit af te dwingen. De man had als reden voor zijn asielaanvraag opgegeven dat hij in Libanon 10 jaar eerder een ernstig delict had gepleegd en daarvoor werd gezocht. Alle feiten en omstandigheden optellend kan de recherche in 1992 niet anders concluderen dan dat deze asielzoeker de moordenaar is en dat hij is ingehuurd door Van Zets echtgenoot Moody. Het wrange is natuurlijk dat er een levensverzekering was afgesloten die in feite aan hem toekwam. Hoe is dat afgelopen? Hoe is dat geregeld? Nou, tussen het misdrijf en de begrafenis heb ik hem zover gekregen om mee te gaan naar een notaris. Omdat hij ieder ogenblik weg was. Hij zat de andere dag geloof ik al in Duitsland. En er moesten een heleboel dingen geregeld worden. Dus ik heb hem een volmacht laten tekenen bij de notaris. Waarbij ik de machtiging had om alles te regelen. Jij wilde voorkomen dat hij dat geld zou krijgen. Er was nog een soort van begrafenis, uitkering van de werk. Ja. Een jaarsalaris. Dat was wel aanzienlijk. En een jaarsalaris. Ja, daar heb ik dan de schuld van aan haar vader aan terugbetaald. En de begrafenis en de steen en alles van betaald. Ja. Maar het is ook nog zo dat hij als weduwnaar ook nog een soort van weduwnaarpensioen krijgt. Hè? En ik heb begrepen dat dat zelfs tot 2027 of zo. Tot zijn 65ste. Ja. Strijkt hij daar iedere maand nog, wat is het, 500 euro of zo? 450, 500 euro, ja, klopt. Doet dat niet zeer? Dat hij daar toch nog iedere maand een mooi zakcentje van heeft? Ja, dat is blijvend, ja, inderdaad. Moody wordt een paar weken na de moord gearresteerd en moet uiteindelijk begin 1993 voor de Rotterdamse rechtbank verschijnen. Hoe was nou zijn hele proceshouding? Heeft hij nou uitgebreid daar een verklaring afgelegd? Heeft hij antwoord op alle vragen van de rechters en de officier gegeven? Nee, in het begin probeerde hij wel een draai eraan te geven. Die visie heeft hij 3 keer veranderd. Nou, hij heeft ook geloof ik 3 keer een andere advocaat gehad. En later, als er hem een vraag gesteld werd, dan door de procureur-generaal, dan zei hij, daar hoef ik niet op te antwoorden. Nee, hij antwoordde nergens meer op. Nee, daar hoef ik niet op te antwoorden. En dat is het enige wat eruit kwam. Het is natuurlijk wel gek als je onschuldig bent en je vrouw is vermoord, hè? De officier van justitie is overtuigd van zijn zaak en eist maar liefst 20 jaar celstraf tegen Moody wegens het beramen van een kille huurmoord op zijn vrouw Van Zet. Het probleem is dat de asielzoeker van de vingerafdruk, de werkelijke moordenaar dus, zelf spoorloos is verdwenen naar zijn thuisland Libanon. En de getuigen in de zaak zijn doodsbang. De kroongetuige uit Duitsland bijvoorbeeld weigert uit angst voor de rechtbank in Nederland te komen getuigen. Hij was immers met de dood bedreigd door Moody's broer.
Rotterdamse rechtbank doet op 3 februari 1993 uitspraak. En na de zware eis van de officier van justitie hoopt de familie dat het recht toch nog zijn loop krijgt. Ja, jullie waren daarbij, hè, bij die uitspraak. Ja. Hoe ging dat? Ja, we zaten daar in volle verwachting dat hij wel veroordeeld zou worden. En toen was er ineens vrijspraak. Ja, dat was echt een enorme ontgoocheling. We waren verbijsterd. Dat hadden we eigenlijk geen van allen verwacht. Nee. En dat was een enorme teleurstelling. Dat, ja, we stonden zo weer buiten. We zijn geloof ik nog geen kwartier binnen geweest. Kan niet eens die verbazing te boven komen bij spreken. Ja. En het is klaar en hij is vrij. Na al die tijd dat je er naartoe leeft en denkt dat hij veroordeeld gaat worden. En ook hoopt dat de zaak rondkomt en zo. Sta je met lege handen buiten. Sta je daar met lege handen buiten, ja. Nou, ik heb het vonnis...